Woensdag 10 april werd er een nieuw padnaamwoord geplaatst bij Camping bij Ons aan de Kranenburgse straat te Groesbeek. Volgens Leo Sillissen van Heemkundekring Groesbeek liepen er vroeger dagelijks zo'n 250 ganzen over dit pad naar de wei. Vandaar de naam het ganzenpaadje. Wethouder Annelies Visser was namens de gemeente aanwezig om mede dit bord te plaatsen. Ik ben van de Stichting Landschap Ooypolder Groesbeek en wij hebben in 2005 het initiatief genomen om de onverharde paden die er nog zijn, om die van een naam te voorzien. Heel vaak gaat het om oude historische namen. Het ging dan om namen die lokaal bekend zijn bij de mensen. Want waar gaat het ons uiteindelijk ook om, is dat de paden die er zijn, dat ze behouden blijven. Tegelijkertijd met het plaatsen van deze borden hebben wij toen ook een wandelpadenkaart Groesbeek uitgegeven. Waar mensen dan kunnen zien van, nou, waar mag ik wandelen in het buitengebied? Waar liggen die paden en wat is ook de betekenis van die naam die we eraan gegeven hebben? En dit jaar, binnenkort, komt er weer een herdruk uit van die kaart. En waar kunnen die mensen de kaart vinden? Die kaart is te koop bij de Bruna in Groesbeek en bij de lokale VVV in Groesbeek en in Nijmegen. En ook bij diverse campings.